Het M-decreet werd op 1 september 2015 ingevoerd. Dit zorgde ervoor dat kinderen met een beperking of gedragsstoornis het recht krijgen om zich in te schrijven in een gewone school. In samenspraak met het CLB, de school en de ouders kijken ze of de leerling geschikt is voor het gewone onderwijs. Het M-decreet zegt dat het de taak is van de school om een zorgcontinuum op te stellen. Dat is een zorgbeleid waarin de school 3 fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk te zorgen voor de leerling. Fase 0 is de brede basiszorg. De school moet een krachtige leeromgeving aanbieden met de nadruk op de ontwikkeling van de leerling. Fase 1 is de verhoogde zorg. De school neemt extra maatregelen zodat de leerling het gemeenschappelijk leerplan kan meevolgen. Fase 2 is de uitbreiding van de zorg. Het CLB maakt een verslag over wat de leerling en de school nodig hebben. Indien nodig, kunnen ze extra hulp inschakelen van het buitengewoon onderwijs of een ondersteuningsnetwerk. Indien de leerling het gemeenschappelijk leerplan niet kan meevolgen, zal het CLB toegang geven tot het buitengewoon onderwijs of voor een individueel aangepast traject in het gewone onderwijs. Het M-decreet bestaat nu 2 jaar. Op 20 maart 2017 verscheen de meta-evaluatie van het M-decreet. We kunnen uit deze evaluatie 5 belangrijke conclusies trekken. Ten eerste, het M-decreet is een stap in de richting van meer inclusie. Maar het buitengewoon onderwijs blijft noodzakelijk. Vervolgens hebben nog niet alle scholen de mindshift gemaakt. Ten derde, vele scholen stellen zich de vraag of de zorg de taak is van de leerkracht of niet. Bovendien kan de samenwerking tussen scholen, het CLB en de ouders veel beter. Ten slotte willen de leraren en grondbegeleiders nog meer ondersteuning. De leerkrachten waarderen vooral duurzame ondersteuning. Kortom, het M-decreet heeft al voor veel evolutie gezorgd in het gewone onderwijs, maar het staat nog niet volledig op punt.